In 2005, bij de viering van het 2000-jarig bestaan van Nijmegen, werd de grote toren van de oude Valkhofburcht herbouwd. Tijdelijk, alleen voor het feestjaar, met stijgerpijpen en doek. Voor het eerst in 2 eeuwen kreeg Nijmegen weer iets van zijn oude aanzien terug. Meer dan 6 eeuwen domineerde de reuzentoren van het Valkhof het stadsbeeld. Samen met de Stevenstoren aan de andere kant van de stad was het dé blikvanger. Symbool van de macht van de adel in de middeleeuwen. Alle landschapsschilders uit de Gouden Eeuw werden aangetrokken door dit on-Hollandse beeld van een stad met een stoer kasteel op een heuvel. Maar haar gloriedagen waren toen al lang voorbij. Het Valkhof heeft zijn naam te danken aan de valken die gehouden werden op het voorhof van het kasteel. De roofvogels werden hier getraind in de omgang met mensen en natuurlijk voor de valkenjacht. Een exclusieve hobby van de hoge adel in die dagen. Rond 1400 zagen de Nijmeegse schilders, de gebroeders van Limburg, op deze plaats voor het eerst valken. Wat hen inspireerde tot het jachtgezelschap in hun wereldberoemde kalender. In die tijd hield de hertog op het Valkhof een complete dierentuin. Met leeuwen, beren, apen en kamelen. Exotische verschijningen voor middeleeuws Europa en dankbare modellen voor de nog jonge schilders van Limburg. Voor het eerst werden deze vreemde dieren natuurgetrouw afgebeeld. Ter ere van deze eerste Nederlandse schilders wordt in Nijmegen ieder jaar het Gebroeders van Limburg Festival gehouden. Eens per jaar herleven zo weer de middeleeuwen op het oude Valkhof. En er zijn zelfs vergevorderde plannen voor de herbouw van de verdwenen donjon. Maar ditmaal in steen.